RTV Utrecht. Ze werken al jaren bij ons op de receptie. RTV Utrecht, goedemiddag. En ja, ze heten echt allebei Thea. Bij RTV Utrecht noemen we ze ook wel rode Thea en blonde Thea. Ik verbind je even door, een moment. Weten onze Thea's al wat ze gaan stemmen op 2 maart? Ik weet het een beetje, maar ik ben er nog niet helemaal Ik ga nooit. Misschien verandert Thea door de stemwijzer van gedachten. We openen die voor de provincie Utrecht. Stelling 1. De provincie moet de komende jaren bezuinigen. Nou. Dit mag op geen enkele manier leiden tot... Lastenverzwaring. Eens. We gaan niet voor betalen. Oké, eens, ja. Provinciale ambtenaren mogen tijdens hun werk een hoofddoek dragen. Daar ben ik oneens. Je hebt ook je pet niet op, pas. Bij de inrichting van natuur en landschap gaan de belangen van boeren voor die van natuur en milieu instellingen. Oh? Nou, een boer is dat ook wel heel belangrijk. Ja, het is een hele rare zin dit, hoor. Je moet de zin anders lezen, ja. Hè, met een andere toonhoogte. Steden en dorpen mogen eventueel ook bouwen buiten de rode contouren. De huidige grenzen... Wat is rode contouren? We doen maar wat bij deze vraag, omdat we hem niet begrijpen. De Thea's worstelen met sommige stellingen. En dat terwijl de stemwijzer toch juist gewone Utrechters zou moeten helpen. Kamerlid Van Dam vindt de stemwijzer waardeloos. Ik kwam echt een hoop vragen tegen waarvan ik dacht... Ik weet echt niet waar dit over gaat. Ik heb hier nog nooit eens van gehoord. Waarom is dit eigenlijk belangrijk voor mij? De ecologische hoofdstructuur... Zoveel mogelijk afmaken. Jawel, weet je wat een ecologische hoofdstructuur is? Ja, dat is een milieuvriendelijk ecologisch. Ja. Moet het in de achtertuin? Hou je naar boven? Ja, dan mag je met de lift naar de eerste etage. Tweede etage. Oh, tweede. Eerste of tweede? Tweede. Onze Thea's vinden de stemwijzer soms een puzzel. De provincie moet het stimuleren van duurzame energie, vooral aan het bedrijfsleven en de banken overlaten. Maakt die provincie reclame voor duurzame energie? Ja. Dit is een prutvraag. De provincie Utrecht moet zich sterk maken voor een grote provincie Randstad. Wat is een provincie Randstad? Dat weten we ook niet. Een grote stad. Ja. Randstad. Volgens de makers is het bijna niet mogelijk om een simpele stemwijzer te maken voor provinciale verkiezingen. Het zijn samen met de Europese verkiezingen en de waterschapsverkiezingen, die we ook nog hebben, wel de ingewikkeldste verkiezingen die we hebben, ja. Ja, ik vind het helemaal niet ingewikkeld. Want waar politici voor staan, dat moet helemaal niet ingewikkeld zijn. Dat moet makkelijk zijn. Er zitten een aantal stellingen in die zijn lastig, maar het overgrote deel is helemaal niet zo lastig. Dat valt reuze mee. Even kijken, de grootschalige ontwikkeling van de polder Rijnenburg. Ik weet helemaal niet dat daar polder Rijnenburg komt. Dat jij? Na een kwartiertje worstelen hebben Thea en Thea de wijzer dan toch af. 50 plus. Maar zie je nou waarom ik niet ga stemmen? Kom op zeg. De Thea's denken nog even na over hun keuze op 2 maart. De 50 plus partij vinden ze in elk geval geen optie. Maarten Steen dan, ik verbind u even door.